Bertus, wij kennen elkaar al heel wat jaartjes. Ik ken jou vooral als ijsmaker, maar inmiddels ben je ook een gerenommeerd ijsbaanmaker. Astana, Chelyabinsk, Kolomna, ik weet niet welke baan je al niet hebt gedaan. En ik heb begrepen dat jij in overleg, jullie eigenlijk moet ik zeggen, in overleg met Tialf een mooi plan hebben laten maken om Tialf te restylen. Dat is dit plan. Kan jij een beetje toelichten wat het precies inhoudt? Ja, zal ik hem even openslaan. Dit is het, dit rode gedeelte is het oude Tialf zoals we dat nu zien. En wat we eigenlijk willen is dat we dit stadion om gaan bouwen tot een nieuwe generatie kunstijsbanen. Dan tillen we dit dak op naar dit niveau. Dan maken we daarin een plafond. En hier hebben we dan een luchtafzuigkanaal. Hier blazen we de lucht in. Warme lucht wil altijd van nature omhoog. Dat kan niet meer naar het midden toe. Dat gaat dan hier vanzelf gaat het naartoe. En we kunnen als we willen hier nog een tweede ring in maken voor publiek. En hierboven kunnen we business pavillons maken. Hier omheen komt dan een corridor om mensen binnen te laten en te begeleiden. En om het hele stadion akoestisch zo rustig te krijgen dat de omgeving daar geen last meer van heeft. En nou, dat is hem eigenlijk. Ja, dus eigenlijk kort samengevat, is een stukje klimaatbeheersing begrijp ik, waardoor je beter ijs kan maken ook. En anderzijds krijg je er gewoon ruimte bij. Je krijgt er heel veel ruimte bij, maar wat wij vooral willen is een scheiding maken, klimatologisch, tussen het publiek en de ijsbaan. En dat kunnen we op deze manier voor elkaar krijgen. Dan moeten we dus dit dak, wat hier nu rechtboven zit, dat schuine gedeelte, dat gaan we dan optillen, 4 tot 5 meter. En dan kunnen we vanuit het midden van het centrum af door dit dak heen een plafond tillen, een plafond maken, zodat de warme lucht die geproduceerd wordt door het publiek en van nature omhoog wil, dat het ook automatisch naar de buitenkant van het gebouw wil. En daar kunnen we het afvangen en dan weer reinigen en dan weer terugblazen. Dat is een heel technisch verhaal, maar heb je ook een plaatje hoe het er een beetje uit gaat zien? Het oog wil ook wat? Ja, dit is wat ik kan laten zien, maar als je een gevoel wil krijgen van hoe komt het er dan straks uit te zien, ja, dan moeten we even naar het dak. Mooi om het dak op te kunnen. Nou, we zijn hier nu op het dak van Tialf. Daar van die rand die we hier zien, dat is de plaats waarop we het dak, dit stuk dak, gaan optillen. 4, 5 meter. Ja. Daar vandaan gaan we helemaal verder en dan hebben we hier 8 meter komt erbij. Dus die ruimte hier, dat wordt een mega ruimte. En hier kunnen we dan business pavillons maken of andere zaken. Ja. Maar belangrijk is dat die lucht met dat plafond hier naartoe komt, dat we het hier kunnen afzuigen. Maar moet je je voorstellen, dan staan we hier. Zullen we even een stukje naar voren lopen? Ja, ja, ja. Dan staan we hier en dan kijken we nu, zoals je op die Artist Impression gezien hebt, naar die ijsbaan. Naar het ijsstadion. Ja, schaaf. Wat een ruimte. Wat een enorme ruimte hier ligt, die je zo kunt benutten. Sowieso is het denk ik heel mooi om van bovenaf te kijken. Lijkt me geweldig. Ja, ja. Als we ons er omdraaien en we zien dit gebouw. Dit gebouw is de krachttraining en die faciliteiten. Als we dit gebouw 8 meter verder wegbrengen en hier wat verder uitbouwen, dan kan dat allemaal inpandig. Dat kan allemaal inpandig. En dan hebben we eigenlijk alle zaken wel geregeld voor Tialf. Extra zou dan dat stadion zijn wat we hier tegenaan kunnen leggen. Die 400 meter baan ook. En waar zou die dan achter die loophal? Nee, dat gaat hier zo direct overheen. Okay. Dus dan dit gedeelte wordt helemaal volgemaakt, dan volgebouwd voor alle faciliteiten die we nodig hebben voor de topsport. En dan denk ik dat Tialf een compleet stadion is. Op hetzelfde niveau als Astana en Kolomna. En dat is eigenlijk de nieuwe generatie kunstijsbanen. Klinkt echt helemaal goed. Dus dit kost 25 miljoen. Ja. Dat nieuwe stadion er tegenaan, tussen de 15 en de 17, afhankelijk hoe ver we van elkaar afgaan. En een nieuwe baan kost 65 miljoen? Ja, als je dit als topsporthal neerzet, is 65 miljoen. Dus even een rekensommetje. In principe krijg je voor minder veel meer hier. Je krijgt voor minder geld veel meer faciliteiten, ja, dat klopt. Ja, nou, het klinkt heel fantastisch. En je kan het in fases doen. Wanneer gaan we beginnen met bouwen? Nou, morgen dacht ik. En dan is hij volgend jaar voor het winterseizoen is hij klaar. Dus je hebt eigenlijk maar één zomer nodig? Je hebt 6 maanden bouwtijd. Ja, het is bijna allemaal. Ja, de beslissing ligt bij anderen gelukkig. Oké.
Oké, nou we gaan het afwachten. We gaan het zien. Zou wel mooi zijn. Ja, we gaan het zien.